We zijn Axel Wilmus en Brecht Tonies en samen zijn wij Amix. Ik ben dus DJ The Night, of ja, Wannes de Ridder is mijn echte naam. Wij zijn Wouter en Matthijs en wij zijn samen de DJ Duo Agency. Ik ben Tom Verhulst en de helft van de Signifers. Traditiegetrouw start de finale van Kunstbende met een DJ-contest. 10 DJ's krijgen 20 minuten de tijd om het beste van zichzelf te geven. Wat trok jullie aan in het DJ'en? Ja, gewoon een beetje de connectie met het publiek. Als je aan het draaien bent, dan voel je echt, je bent hier meester van de muziek eigenlijk. Dat volk zien losgaan van zijn muziek, ook het wereldje daar rond zo, de backstage, de belichting, soundchecken, allemaal plezant. DJ worden is geen beslissing die je zomaar neemt. Er moet passie voor muziek zijn. Geld is ook handig. Een maat van mij uit dezelfde dorp, die verkocht zijn oude DJ-console, eigenlijk echt een prulletje, denk dat het niet meer dan 100 euro waard was. En ik weet niet, dat interesseerde me altijd wel. Ik dacht van, ja, weet je, laten we het kopen. En ik was eigenlijk direct gefascineerd erdoor en nog geen 3 maanden later had ik al iets veel duurder en groter gekocht. Ja, om te beginnen had ik al een hele hevige voorliefde voor muziek. En die is dan uitgebreid. Plus daarbovenop dan naar mijn vader, die was ook zo wat in de muziekwereld. En mijn moeder, die is ook DJ geweest. Dus dat heeft allemaal wel met elkaar wat te maken. Dus die fascinatie is eigenlijk vrij rap gekomen. Op Kunstbende blijven wel de buitenlandse dromen nog uit. De DJ's hebben beide voetjes op de grond. Iedereen droomt wel van Tomorrowland en al die toestanden. En het zou natuurlijk echt wel enorm tof zijn om verschillende landen te kunnen kijken met bekijken met je hobby. Maar wat dat echt mijn doel is en wat ik denk dat toch wel ook een mogelijk doel is, is vooral niet elk weekend iets te doen, maar als ik iets te doen heb, zo heel een vrij groot feestje. Rekening houden met de studies, dat kan alle kanten op gaan. We weten het echt nog niet. We zien wel.